Nee, laat hem al. Ja, nice. Maar vaarwel is niet voor altijd vaarwel. Nee. Yo vrienden, wij zijn Benner en dit is onze nieuwe stagiair Hessel. Hij heeft gevraagd of hij ons een half jaar lang mag volgen bij alles wat we doen. Om te zien hoe we met z'n tweeën het bedrijf runnen als collega's, maar ook als beste vrienden. Echt jongen, ik had echt niet bij verwacht. Hoe zwaar het is om een fulltime YouTube kanaal te combineren met het opbouwen van een muziekcarrière. Godverdomme, wat te gek. En naast ook nog naar school te moeten vrienden proberen te onderhouden, dealen met persoonlijke shit en, als we geluk hebben, zelf ook nog wat vrije tijd hebben. Ik ben kapot, jongens. Hessel wil jullie in deze serie een kant van Bart en mij laten zien die jullie nog niet eerder hebben gezien. Dit is Benner Backstage. Yo, vrienden! Daar zijn we weer, heel goed. Alleen niet Robin en ik, maar Char en ik, want ja, je hebt het vast in de tunnel gezien. We gaan samen wonen! Hey. Superleuk! Ja, het werkt ook al een beetje tijd, want we zijn al bijna 4 jaar samen of zo. In ieder geval in deze aflevering van Benner Backstage ga je zien hoe wij aan het verhuizen zijn en hoe dat verloopt en zo. En hoe kut het eigenlijk is om te verhuizen, zoals je kan zien. 4 pleisters geplakt. We zijn vandaag al de hele dag bezig, maar hiervoor hebben we natuurlijk ook heel veel voorbereiding gehad. Dus laten we daar eerst even naar kijken. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan inpakken. Ja. We hebben verhuisdozen en we hebben heel veel spullen. Die heb ik de afgelopen dagen een beetje al uitgezocht. Die kleren gaan allemaal weg bijvoorbeeld. En nou ja, je ziet aan mijn kamer dat het soort van opgeruimd is. In ieder geval voor mijn standaard. Dus er zijn heel veel dingen weggegooid. Laten we maar even gaan beginnen, toch? Ja, ik heb er zin in. Ja, gelukkig kwam mijn moeder helpen, want er moest best wel veel gebeuren. Maar wat ik niet wist, is dat mijn moeder echt fucking snel kan opruimen. Had ik echt niet verwacht. Je bent echt een trein. Dat is echt. Samen, hè? Serieus? Het is goed dat je er bent. Ja, en samenwonen met Char betekent natuurlijk ook dat ik iemand ga verlaten. En dat is de jongen waarmee ik 5 jaar lang heb samengewoond, Martijn. Wil je eerlijk antwoord? Ja, het eerlijke antwoord. Nee, ja, wat is het? We hebben nu 5 jaar zo samen gehad. Bijna 5. Het is natuurlijk, het zat eraan te komen al een tijdje. Maar het is wel jammer. Ja, goede tijd gehad samen volgens mij. Het is nu echt voorbij. Zie ik een staan. Wat ga je denk je het meest missen? De keren dat ik thuis kom van mijn werk, helemaal kapot ben en dat ik dan boven kom en mijn hele kamer is ingefolied. Motherfucker! Oh nee! Leuk zo'n YouTuber als huisgenoot. Lekker Temptation Island kijken met z'n tweeën. Elke dag Comedy Central tijdens deze. Precies, ja, dat zijn toch wel unieke momenten. Ja, ik ga Martijn ook wel missen, maar nou ja, genoeg emotioneel gezeur. Het was nu tijd om de bus in te laden. Hey Martijn, vandaag is wel het officiële moment. Oh ja, het naambordje moet er ook af. Het naambordje moet eraf. Shit. Even wachten. Even zielig muziekje. Gelukt. Nou, gelukt. Oké. Wil je nog eens aandenken bij je muur? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Alles zit erin jongens. En Martijn, dit is hem. Dit is hem. Nee, laat hem al. Ja, nice. Maar vaarwel is niet voor altijd vaarwel. Nee. Er staan nog wat spullen hier die ik moet verkopen op Marktplaats. Dus. Een soort van toch een beetje officieel dan, maar... Ja, officieel, hè? Ja. Leuk gehad. Echt een break-up is dit. Ja, wel een beetje. Het is een beetje pijnlijk, ja. Nee, maar ja, fucking leuk gehad, man. Ja, en, zeker. Ik vind toch wel, ik ga je wel missen ook. Ik ga je ook wel missen. Ja. Het is echt het meest liefdeloze afscheid ooit. Maar mij niet uit. Als de camera uitgaat, dan gebeuren er andere dingen. Dan komen de tranen. Oké, en door, want het was nu echt tijd om naar mijn nieuwe huis te gaan. Staat hij? We hebben hem! Dat is mooi, hè? Ja, ik vind het mooi. En hij is toch iets groter dan ik dacht. Want ik dacht dat we veel meer ruimte over zouden hebben. Dat we gewoon zo'n tafel ernaast konden zetten. Maar tot zover mijn inschattingsvermogen. Ja, en toen was het tijd voor nog meer zwaar werk. Want de bus moest natuurlijk ook weer uitgeladen worden. Ja, we hebben dus al een hoop gehad. Hij is al best wel leeg, maar ik ben nu al best wel moe. En Hessel zit alleen nog maar te filmen deze dag. Dus stook je mouw maar op, jongen. Ik ga meehelpen. Is goed. Alsjeblieft.
Thanks. En toen de bus leeg was, had Hessel nog een paar vraagjes voor mij in het jaar. Hoe lang ben jij eigenlijk al met Charlotte? Bijna 4 jaar alweer. Tenminste, we kennen elkaar al 5 jaar. We zijn 4 jaar bijna samen. Ik heb een tijdje in hetzelfde gebouw gewoond als waar hij net weg is gegaan. Ik was daar weer met oud-huisgenootjes eten en toen kwam hij een fietspomp lenen. En toen heeft hij een beetje over zijn bandje verteld en die heb ik toen geliked. En vanaf daar zijn we een beetje op Facebook met elkaar gaan chatten en zo. En toen zijn we een beetje gaan daten en zo. Ben je bang dat je, als jij nu meer ziet, dat je dan je gaat irriteren aan dingen die je nu nog niet van herkent? Of? Ja, dat denk ik wel. Altijd zijn er wel dingetjes waarvan je wat je leuk vindt aan een persoon. Ook dingen waarvan je denkt van, oh, dat zou ik anders doen. Of, en nu we elkaar meer zien, ga ik dat wel meer ook merken, denk ik. We hebben allebei best wel heel erg ons eigen ding. Dus ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Ik denk dat we zelfs de avonden dat we willen chillen nog in moeten plannen of zo, want anders plan ik mijn week al vrij snel echt super vol. Dus ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Hoe ik denk dat ze het gaan doen? Ja, begin van het einde. Nou, welcome to MTV Cribs, man. Come in, come look careful, look inside. Nou, het mooie aan dit huis is, het is een beetje een oud huis. En het is niet heel goed onderhouden of zo. Wat aan de ene kant mooi is, want het is gewoon een beetje crappy, maar... Ja, wat ook weer kut is, maar bijvoorbeeld deze vloer. Ja, het is gewoon knijter lelijk. Maar ja, dat maakt het dan ook wel weer mooi. We gaan weer door. Ja, dit wordt een soort van de halve woonkamer. Daar wordt een muziekhoekje, dus daar komt de piano, de gitaar, weet ik allemaal. En hier hebben we dan een andere kamer. Dit wordt eigenlijk de tv-kamer. Bij een echt huis hoort natuurlijk een echte walk-in closet. Ja. Weet je wat trouwens mooi is? Dat heb ik nog helemaal niet verteld, maar dit huis is echt een doorgeefhuis in mijn vriendengroep. En Robin heeft hier dus ook in dit huis gewoond. Iets van 5 jaar geleden tot, weet ik veel, 3 of 2 jaar geleden. Hij heeft hier heel lang gewoond. En dit was toen zijn computerkamertje. Dus hier zat hij altijd video's te editen en weet ik veel wat. En hij sliep dus ook boven waar ik nu ook slaap. Je wil niet weten wat er allemaal gebeurd is in dat huis. Nou, Robin heeft Britt er nog in gewoond heel lang. En toen heeft Britt ook met Charlotte erin gewoond. En nu is Britt eruit en ga ik er ook weer in, zeg maar. Dus het is een doorgeefhuis. Heb je nog een goede tip voor Charlotte om samen te wonen met Bart? Nu iets serieus. Ja, ik denk dat het eigenlijk wel goed gaat komen met z'n tweeën. Ze zijn al 5 jaar samen of zo. En dat gaat over het algemeen goed. Dus ik denk dat ze, als ze samen wonen, nog meer naar elkaar toe groeien. En dat meen ik echt. Dus ik wens ze ook heel veel succes. Heel veel. Nou, het komt niet uit mijn mond. Het gaat helemaal mis. Ja, dat ze soms een beetje geduldig moet zijn met dat ik dingen niet heel vaak opruim. Ik ben heel gestructureerd van mezelf, maar als er eenmaal een beetje rommel ergens is, dan is het gewoon meteen helemaal chaos. Ik ben wel van dingen een beetje schoon houden, een beetje opgeruimd. Niet altijd. Als het achter gesloten deuren is, dan mag het best wel heel erg rommel zijn, zeg maar. Als het in zicht ligt, dan ruim ik het meestal op. De badkamer met schuifdeur natuurlijk. Ja, douche, kast, wasmachine, droger. Valt niet heel veel meer over te zeggen, denk ik, toch? Behalve dat het dus aan de woonkamer grenst. Dat is wel een beetje gek. Het huis is een beetje apart, maar dat is ja, ook wel weer mooi. Dan de keuken. Hier, ook gewoon zo'n oud fornuis, weet je wel. Het is wel een soort van gezellig. En dit is wel echt een fucking groot pluspunt aan het huis. Naast dat Charlotte er woont natuurlijk, dat moet ik even zeggen. Maar we hebben een fucking grote tuin. Ja, je hebt hier gewoon de hele dag zon. Gewoon chillen. Charlotte houdt heel erg van tuinieren. Dus hier staan in de zomer bloeit het hier helemaal met van allemaal plantjes en zo. Ja, en nu is het ook een rotzooi, zoals overal in huis. Maar het wordt mooi, het wordt mooi. Hij staat. Nou, toevallig heeft Char net het bed in elkaar gezet. Nee, dat is wel echt toevallig. Het is net klaar. Maar laten we zien where the magic happens, joh. Ja, dit is zo cringe. Nou, dit is onze bovenverdieping. 3 bij 3 meter. Hele verdieping. Hele verdieping. Ja, dit wordt onze slaapkamer. Zo. Oké. Hij staat. Like it. Oké, ja, wij zijn nog wel eventjes bezig, maar Hessel is hier ook al de hele dag, dus die mag ook wel eventjes naar huis van me. Jullie moeten gewoon een keer terugkomen als het af is, denk ik. Bedankt voor het kijken in ieder geval naar deze dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een lange dag, een beetje emotioneel bij het afscheid van Martijn. Hey, laat hem al. In ieder geval hoop ik dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende Ben en Backstage. Later. Wil je meer zien van wat we allemaal meemaken achter de schermen? Abonneer dan en zet je belletje aan, want we hebben geen vaste uploaddag voor deze serie. En zo weet je dus meteen wanneer de volgende aflevering online staat van Banner Backstage.